Nou, dat is een prijs die gaat naar een website. En die site gaat over straffen. Vroeger en nu. Hier dichtbij en ver weg. Terecht en onterecht. Pedagogisch verantwoord of juist niet. De naam van de site heet Strafwerk. En hij is gemaakt door Roel, student van de Universiteit van Brabant, Hans Schrijfgebrek, leerling aan de KNV en Terreur, Hans Lefebvre, Jan Zingerink en Sjaap Jansen, allemaal docent aan het KSE in Etten-Leur bij... Ik dacht wel dat bij Breda, dankjewel. De jury vond het heel veel informatie, uitstekend qua interactiviteit, personeel onderwerp, prima credits en bronnen. Dat wordt helemaal doorkijken op zelf mensen van het denken. Ja, je moet weten, ik was afgelopen maandag, was ik in het deur op deze school. Ik heb die site dus uitgebreid kunnen bekijken. Ze zien interessante zaken om te kijken. Betekent dat jullie zelf veel strafwerk hebben gehad vroeger? Of verwachten jullie dat nog? Ik heb vroeger wel wat strafwerk gekregen, dus ik kan wel dat ik er nou niet zo positief zou kunnen opbreken. Dat was voor jou ook? Ja, nou, dat ik het voor niet zo onderwijs kon en de rest niet, dat ik echt waar ik zou spelen. Ja, die wil ik zien dat ik daar moet zitten. Kijk, het mooie van die school was ook dat de afgelopen maanden, ik kan er iets meer zeggen, ik was het toevallig maandag, dan hou je dat nog even. En dat was dat de school ook met name uitgaat van de leerlingen. En dat zij ook degene zijn die gebouwd hebben met steun. En dat dat een school is, ik zou zeggen, kijk op eens die website, zijn ontzettend leuke ideeën en opvattingen al, maar hoe dan zo zijn. Complimenten die ik maandag heb uitgedeeld, wil ik nu met de prijs nog een keer onafhankelijke jury opgegeven, moet je extra benadrukken. Hartelijk gefeliciteerd. Specifiek, compleet, erg boeiend voor interesseren, net niet genoeg voor de hoofdprijs. Nou, dat is wel hartstikke leuk dat het dan te weten niet. Ja. Crème de la crème, echt waar, het zegt zo, van de leerlingen die meegedaan hebben en hun coaches in de groep categorie 12 tot en met 15 jaar. Daar behoren jullie echt bij. Dus alvast een applausje voor jezelf, kan even niet kwaad, of even je handen op de arm. Echt waar, serieus. En vanmiddag gaan we prijzen uitreiken.